Nou, wat een nou zouden, dan gaat het weer morgen. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Welkom bij wat een nou zouden weer, hè? Oh, wat gezellig, hè? Oh, stik gezellig. We zijn er weer. Ja, hey. Ja. We zijn weer uit de mottenballen getrokken. Het Strijkijzer is er weer overheen geweest. Nou, het bier ruik ik nog wel, hoor. Ja, las ruiken. Oh, daar was er een beetje wankel gisteren. Niet normaal. Nou, Elis, wat ben ik aan gisteren eigenlijk geweest? Nou, dat wilde ik niet weten. Op de markt. Op de markt? Oeh, godskanon. Dat was toch druk? Ik heb gehoord dat stikdrukkers, maar luister, zijn er nog leuke mensen ontmoet op de markt? Dat wilde niet weten. Oh, stikknappe mannen. Ja? Ja. En hebben allemaal nummertjes uitgewisseld of wat hebben ze gedaan? Nou, daar wil ik me niet over uitlaten. Nou, luister eens, als er nou een leuke man zit te kijken, je kunt Tante Nel natuurlijk altijd bellen. Sowieso kunnen ons bellen op het telefoonnummer 0657-776616. Dus 0657-776616. En wie weet ben jij wel een van die bellers waarmee onze telefoon rood gaat gloeien vandaag. Nou, wij staan te wachten. En het onderwerp van vandaag zeg het eens. De liefde. Och, Elastus, mag ik even wat zeggen? Ja. Dat heb ik nog niet gezegd deze dagen op tv, maar ik doe het. Ik hou stik veel van jou. Ja, ik ook van jou. Och, kom hier. Wilde gaan verkering? Oh, dat kan. Ja. Maar dat regelen we na de uitzending. Oh, dat is goed. Oh, nou komt het helemaal goed, hoor. Ik heb ook nog even een korte mededeling, want vandaag is het thema de liefde. Dat heb ik net gezegd, meneer en meneer. Mag hij zat niet op te letten. Nee, maar ik had wel een hele belangrijke mededeling. Dat wil ik echt even kwijt. Want vandaag gaat in het Kielengat de optocht wel door. Yo! Ja, en dan, het kan zijn dat wij iets eerder eruit gaan. Kan ook zijn dat we nog even doorlullen. Maar we wachten totdat de optocht op de markt is. Gaan wij eruit en dan gaan jullie genieten. Heb ik jouw scooter erbij? Ja, natuurlijk. Dan kennen we samen volle gang. Zeker. Nat Kielengat, naar die prachtige mooie optocht. Ja. Tante Nel, luister eens. Ja. We hebben vandaag wel een hele speciale gast. En weet je, ik heb geregeld. Oh, nou, sorry. Wat dan? Er gaat iets gebeuren. Wat dan? Nou, ik hoor nog niks, maar... Och, ik voel dat er wat gaat... Zie je wel. Oh, wacht, daar komt de gast. We gaan direct verder met de gast. We gaan direct verder met de gast. Ja, hallo, Meemijn. Ja, hoi, met Miri. Hallo, Miri, hoor ik het goed? Ja. Oh, hoe is het? Is dat Miri zo vast, Miri? En met jou, Tommy? Ja, ook goed, wacht even, Miri, moment, ik verbind de deur. Dan komen we in een trio-gesprek, dat vind ik altijd veel lekker in de beleving. Goedemiddag, Miri. Ben je tv even uit. Ben jij weer Miri van gisteren? Ja, meest. Of van de pullen. Van de pullenvullen. Oh, van de pullenvullen. Ik wist helemaal niet dat Tommy kon zingen. Waar komen we zingen, Mary? Nee, ze wist niet dat ik ga zingen. Ik heb jou aan boord horen zingen, maar gisteravond heb ik jou wel horen zingen. Och, en hoe vond jij dat? Klonk het een beetje? Nou, ik vond het hartstikke leuk. Nou, goed zo, Mary, dankjewel. En luister eens, Mary, heb jij nog een brandende vraag voor ons of voor de kijkers? Nou, ik vind dat jullie lekker door moeten gaan met de carnaval. En van mij genieten jullie lekker ervan. En ik wens jullie heel veel plezier. Nou, dankjewel, Miri. En laten we het ook vieren. Oké, Miri. Leuk dat je er weer even bij was, Miri. Dikke kus van ons. Bedankt voor bellen. Out the way. Ja, hartstikke fijn. Wens jullie fijne carnaval. Ah, wat een schatje, nee. Nou. Dat was die zo zeer van... Haie. Haie. Maar goed, ik was gebleven bij de gast, want weet je wat ik geregeld heb? Nou, weer geregeld. Nou, ik was laatst in het Kielengat, op de havenmarkt. Hey, dat is gezellig, hè? Dat was stiek gezellig. En daar hebben ze een prachtig kroegje. En ik zag daar een vrouwke. Ik denk, oh, die moet in de uitzending. Dat is de mijne. Dan hebben we net verkeringen. Ga pak gelijk een andere vrouw. Dat wist ik niet, maar zo'n oud-tante van mij. Is dat nou tante van jou? Dat is tante van mij. Oh. Tante Cor, lieve mensen, hele goede middag. Oh, wat gezellig, hè, jongens, dat we hier zo zijn met z'n allen. Ik zal even zeggen, mijn stem, dat is een beetje, niet meer wat is geweest van de carnavallen natuurlijk. Ik los het op lekker. Ik ben er. Maar we hebben een wondermiddeltje. Ja. Tante Nel heeft haar eigen bitterke meegenomen. Nou, daar heb ik wel heel veel zin in. Dat denk ik. Daar heeft ze een kelder van vol thuis. Dat zal lekker smaken. Want dan ga je er ook lekker, doe maar. Ja. Het is gaan we even lekker proosten met z'n drieën dan? Ja, lekker, dat doe ik dan ook maar dat mee. Dat doe ik ook graag bij mij in het caféken, hoor. Ja, lekker proosten met z'n allen. Lekker gezellig. Wat is nou typisch proosten met Tante Koog? Nou, zo'n lekker schobbelaarke, daar gaat de ratten wel lekker in. Echt waar? Of een jegermeistertje. Ja. Dat is ook wel erg lekker, hoor, jongens. Ja. Maar de schobbeler... goed voor de keer. Wel, hè? Goed voor de keer. Nou, we gaan aan kijken. Ga je ook? Woehoe.
Daar gaan we. Nou, proost. Proost, jongens. Oh. Illustre Tante Cor. Je voelt hem zo naar binnen glijden. Tante Cor, luister eens, heb jij nou toch eigenlijk meegenomen? Nou ja, ik dacht, witte, ik neem hem gewoon gezellig mee. Ja? Dat is onze Roxy. Oh, Roxy. En die past sowieso al zo goed bij mij. Want ja, ze heeft ook lekker krulletjes. Oh. Ja, Miss Roxy. Hey, dat is hartstikke fijn zonder een hulpond, hè? Ja. Zonder een hulpond. Oh, dat is zo fijn. Helpt die nou ook bij jou in het café? Ja, want als die mensen dan een beetje te dronken zijn, dan zien ze een hond en dan worden ze even wat rustiger. Oh, dat, dus ja, dan helpt Miss Roxy om haar een beetje bij te brengen. En jouw hulpond, die brengt ook die dronken mensen thuis. Ja, dat wil hij dan wel eens proberen, maar dat gaat toch vrij lastig, hoor. Ja, ja, ja. Want dan zal ik jullie eens even wat vertellen. Ik kwam dus gisteren uit mijn caféke. Ja. En ik ga daar bij dat Spanjaars schaap pak ik lekker op mijn fietsje, hè. Ga ik op mijn fietsje naar huis. Ja. Maar wat zie ik daar? Is daar toch gewoon iemand daar in dat water gevallen? Nee! Ja! Dat was schrikken, hoor, jongens. Ja, dat snap ik. Ja, en Roxy dook erachteraan, of niet? Nou, dat wou ze doen. Maar ik denk, ja, dat water is toch veel te koud. En volgens mij ook niet zo schoon. Nee. Maar gelukkig kwamen alle troepen erbij. Die hebben eruit het water gehaald. Dus gelukkig is het allemaal goed afgelopen. Oh, gelukkig. Maar ja, ik was toch wel even schrikken, hoor, jongens. Ja, dat vond ik wel even schrikken. Tante Cor, luister eens. Wij hebben als thema vandaag de liefde. Nou ben ik heel blij dat jij binnen bent. Want och, jongen, dat spat er toch vanaf, of niet? Och, wacht dan te kort. Nou, dan krijgen we de eerste vragen al. Ja, hallo, Meemijn. Hallo. Met wie spreek ik? Hallo. Meemijn. Meemijn, wacht even. Oh, en ook Meemijn. Oh, hoe is het? En hoe is het met jou, Meemijn? Ja, gezoegers. Ja, met mij is alles goed. Oh. Hallo. Oh, ik denk dat Willemijn is. Willemijn. Ja, luister, ben jij hardhorend? Ja, maar wie spreekt er nou, hè? Nou. Hallo. Wie ben je nou? Stel maar wie nou eens rustig voor. Ik ben wel een hele bekende. Oh, zeg het eens. Zeg het eens. Hallo, met mij. Met mij is alles goed. Heb je ook een vraag? Hallo. Hallo? Luister eens. Ik luister. Het thema is de liefde vandaag. Heb jij nou een goede tip om met carnaval aan een goede liefde te komen? Wie ben ik nou, hé? Ja, dat zit jij niet, maar dat maakt niet uit. Wij willen jouw tip. Wilde jij mij zien? Nee, ja, ik wil ik jouw sta tip nou horen. Te roeken. Wat is jouw tip? Alleen horen. Oh, hallo? Oké, dat mis. Maar, schitter het. Hup. Houdoe. Dat was gezellig. Ja, ze moeten toch wel vragen. Ja, ze moeten wel wat vragen, want daar hebben we natuurlijk niks. Hallo, het was niet zo hardtorend. Hallo. Nou, hallo. Het echt mijn oor. Hé, maar luister eens even voordat wij verder gaan. De mensen thuis die kunnen dus lekker inbellen. We hebben Tante Cor hier zitten mee, Miss Roxy. Luister eens, je kunt mee Tante Cor bellen. Of als je nou een vraag hebt voor Tante Cor. Of je wil gewoon even lekker in een eigenlijn op de vroege middag. Dat kan allemaal geregeld worden vandaag. 06-577-76616. Dus 06-577-76616. En het nummer staat nogmaals onder in beeld. Ja. Hallo. Oh, verschrikkelijk. Het zit gewoon op de vloer. Beveiliging. Kunnen we niet gewoon de beveiliging erbij halen? Willemijn staat op de vloer. Och, nou, security. Security, safety first. Goed, hè? Safety ik ben blij first. Dat het goed is gekomen met diegene die in de haven is gepleurd. Ja, die zal het wel koud hebben, nou denk ik. Helemaal dat is toch verrekte koud. Luister nou eens. Ik wou vragen, hebben jullie nou dezelfde kapper? Nou ja, dat is onze Knippie Vee. Of en? Tante Folie, noem ik er ook wel tante eens. Folie. Ja, Tante Folie of Knippie Vee. Nou luister eens, die hou wel een beetje... Nou die Tante Folie, die hou van dezelfde slag, denk ik. Ja, lekker, zo lekker in de krul. Ja, heerlijk. Heerlijk. Leuk. Ja, ik vind het echt... ik dacht eerst, er komt een tweeling binnen. Nou, lieve Roxy. Ja. Ja, ze zeggen het altijd, hè. De hond lijkt op de baas. Ja! Of was nou de baas op de hond? Ja, ik denk dat de laatste. Ik denk de laatste. Nee, ik weet het niet meer. Je ziet het, hè? Hey, maar Tante Cor, luister eens. Volgens mij moet het bij jou stikdruk zijn in het café. Want als ze jou toch zien, dan wil het toch gelijk naar binnen.
Nou, het is zo druk, dat hadden we niet verwacht. Nee. Maar het is, oh, nou, het is ongekend. Oh, kijk nou eens. Kijk, lekker balkje erbij. Lekker balkje erbij. Roxy, er is ook een balkje en een pilsje. Oh, lekker. Ja, maar het is, ja, nou, het is ongekend, zo lekker druk. Maar ook, jullie waren de vrijdag. Nou, dat was zo gezellig, hè. Maar hoe is jouw cafeetje nou ontstaan? Nou, ik heb een neef. En dat is, Patrick van Aas. Oh, is dat jouw neef? Ja, dat is mijn neef. Ja, maar luister, als ik toch mijn achtertante ben, dan moet dat ook... Een hele verre neef van mij zijn. Misschien wel een nicht van mij, wie zal het zeggen? Ja, wie zal het zeggen? En die zei tegen mij, hij zegt, zullen wij even mee carnaval een leuk cafeetje beginnen? Ik zeg, nou, dat is gezellig. Tante Cor, we gaan direct verder, moment. Telefoon. Ja, hallo, mee mijn. Hallo. Hallo, wie hebben we aan de lijn? Ik ben Gijs. Och, Gijs, hey, hallo, goedemiddag, hoe is het? Hele goedemiddag, joh. Hoe is het? Ja, helemaal goed. Helemaal goed. Helemaal gezellig. Dus met jullie? Ja, goed. Wacht even. Ik kan Nel erbij. Wacht even. Ja, helemaal top. Hey Gijs, met Nel. Hi Nel, met Gijs. Oh, en dan ga je een brandende vraag over de liefde. Ik heb een... Ja. Zeker. Want ik ga dan met mijn liefje altijd even carnavallen. Ja. Alleen dan, als er een naar huis toe wil en de ander niet, dan is er altijd een beetje zo van, hè, hoe gaan we dit oplossen? Ja. Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe kan er nou echt goed met uw liefje carnavallen? Hebben jullie nou tips voor? Tips hoe je met uw liefje kan carnavallen? Nou, wij hebben de specialist in huis. Ik denk dat we even door. Ik schakel even door. Ja. Ja, ik heb daar wel een tip voor. En ja, sommigen die zeggen, nou, daar heb ik gelijk in en anderen niet. Oh. Maar ik vind altijd, als je een relatie hebt, dan moet elkaar lekker een beetje loslaten. Oh, een beetje loslaten. Met jouw kinderen praten. Ja, een beetje loslaten. Je moet elkaar wat gunnen. En ja, als de ene nog even wil doorfeesten, ja, dan moet er gewoon lekker nog even doorfeesten. Kijk. Ja. Het is tenslotte maar 5 dagen, Gijs. Ja, daarom. En dan klappen we in de ochtend wel weer samen een schrobbeler er tegenaan. Ja. En dan is het alles weer leuk, hè? Ja. En als je nou een keer ruzie krijgt, dan maakt niks uit. Want dan heb je het zo weer s'nachts lekker in bed wat om goed te maken. Oh, maar ruzie zit er sowieso niet in, hoor. Ruzie oh, nooit. Gelukkig. Heeft hij al verkering? Gijs, ja, hij heeft toch tuurlijk in die verkering. Als kent u het niet een vraag hebben over zijn relatie. Oh, ik had hem niet meer binnen gekregen. Het is gewoon meer, gewoon altijd gezellig samen carnavallen. Toch maar akkers even toe, even de eigen kroeg opzoeken. Ja, dat moet ook kunnen hoor. Lekker met de vrienden, of vrouwke lekker met de vriendinnen. Ja, zo ook lekker kunnen dansen, hè, en een beetje chansen. Dat is helemaal niet erg. Kijk, hè, zolang er maar niks anders gebeurt, is dat niet erg. Nee. Maar Gijs, wij wensen jou een hele fijne carnaval. Ja, nog voor zolang het nog duurt. De groeten aan de vrouwken en geef ze een dikke pakker van mij. Nou, een dikke zoen van ons. Dat ga ik doen. Een dikke zoen van tante Nel. Hier komt ze nog even. Houdoe, Gijs. Houdoe, bedankt. Houdoe. Oh, ja. Oh, wat gezellig. Hé, luister eens. Nou, ben jij nou eigenlijk... Want je zit echt fris en fruitig hier. Ben jij nou een lekkere nachtbraakster? Nou, ja. Jawel, ja. Maar ik kan er ook wel weer vroeg uit. Ja? Hoe lang ben je begonnen dan? Hoe lang beginnen jij 's morgens? Nou, ja, normaal dan... ja. Na 6:30 soms. Dat begint al? Ja, dat begint al. Dan word ik wakker. En dan kan ik ook niet slapen. Zeker nou met carnaval. Want dan heb ik er allemaal zoveel zin in. Dus dan heb je heel die adrenaline. Die gaat helemaal door dat lijf. En dat hebben we gewoon. Dat dacht ik vannacht ook. Want ik ben al gewoon om 6:00 wakker. Ik denk, we zitten bij Baronie TV. Bij huishouden. Maar hoe laat was ik er dan in? Dat was 2:00. Ja, maar nu goed. 2:00. En we zien jou een honeymoon ervan, of verder krijg je een honeymoon? Ja, die hebben we gewoon lekker thuis zitten. Maar wij laten elkaar vrij. En dat is goed in de relatie. Met jouw kinderen praten, die van mij, die zit ook al thuis. Ja, ik gewoon alleen op jou, hoor. Heerlijk, vind ik dat. En die van mij, nee. Nou. Die heb ik vanochtend al heel vroeg op pad gestuurd. Wat ik zei, tante Cor kom vandaag. Ik zei... Tante Cor is zo druk aan het werk deze dagen. Die heeft nog geen tommeke kunnen eten. Dus kijk eens, Tante Cor. Oh, moet wel een goede broodje hebben. Lekker worstenbroodje. Mijn honeymoon net zo gehaald voor jou vandaag. Kijk, dat bedoel ik. Neem ga maar eens een lekker tommeke erbij. Lekker hoor. Dat had ik wel gezien, hoor. Lust er zelf ook een. Oh, lekker. Maar Tante Cor, luister eens. In het café, je maakt natuurlijk heel veel mee. Zie je dat jij nou vaak tussen de mensen de liefde opbloeien? Of de liefde ontstaan?
Ja, ik kan het wel goed zien hoor. Want soms dan zie je van, nou, dat is voornamelijk lust. Maar vaak zie je ook wel dat de liefde af en toe even opbloeit. Ja. Ja? Want dan vinden ze elkaar toch wel heel erg leuk. En dan komen ze de volgende dag en dan zien ze elkaar weer bij mij in het café. En denk, oh, dat is nog eens leuk. Hè? Dat is klantenbinding. Dat is klantenbinding. Oh. Verbroedering, hè? Dat is verbroedering. Ja, dat is carnaval. Hey, maar ja. Tante Corluster is, voor die mensen die bij jou in het café zijn en die denken, godverdomme, dat klinkt gezellig. En ga je nou een goede vluchttip voor jou in het café? Ja, ik zou altijd zeggen, Witte, blijf eerst even op een afstandje, even kijken. Ja. En even zo, even hè, lekker oogcontact zoeken. Even hè, dat we even zo lekker kijken naar elkaar. En dan uiteindelijk, ja, oh, ja, pas op hè, pas op hè. Oh. Roxy, die is niet voor jou hè, die is voor mij. Ja, ik snap dat, ik ga die ook graag lusten. Ik ga wel een snoepje pakken. Ja, ga maar doorlullen. Ja, hij wil graag lekker snoepje, dat denk ik ook. Ja, doe dat maar eens lekker, tand snel. Ken niet genoeg snoepjes krijgen in het leven, zeg dan altijd maar. Och, Roxy, och, wat gezellig. Ja, is ze nog rondgloeiende. Maar luister eens, je kunt al het goede commandrieren, dus geef er nog maar een. Oh, telefoon. Ja, hallo, meemaken. Mee mijn. Goedemiddag jongens, ik ben Cora. Godverdomme Cora. Je zit in de kerk. Heb jij tussen de vouw gelegen vannacht, want je klinkt zo schor. Weer was die grote markt afgesloten. Oh. Ik kon weer geen ijsklontjes gaan halen. Wat denkt je? Mijn stem kwijt. Ik ben vandaag naar de politie geweest. Ja. Ze hebben nog niks gevonden. Wacht, Cora, wacht. Motte nou toch eens lustigen. Ja, Motte nou lustig. Ik hoor niks. Ik hoor alleen maar gekraak op die lijn. Nou, ze is er een stem kwijt. Ze is naar de politie geweest. Cora, we hebben toch gesjouwd, meid? Ja, het was laat. En het is nog laat. En vanavond hoort het ook heel laat. Oh, mijn god. Nou, ik denk dat zij morgen niet kan bellen. Gaan we het gewoon de studio in? Hé, maar Cora. Zal ik dat doen dan? Ja, kom morgen maar langs, want morgen doen we... Hé, ken jij niet een doventolk regelen? Dan nodigen we Cora uit, dan doen we een doventolk erbij. En dan weten wij toch wat jij zegt. Zullen we dat doen? Zal ik dan Breda's googelen? Ja, dan ja. Dan kan ik het voordoen. Ja, en dan ga je gewoon naar het mooie Janolisplein. Ja, je moet morgen eigenlijk even komen, Cora. Ja, ik vind dat een goed plan. Dat doen we gewoon. Ja, maar heb jij nog verkeering gekregen vannacht? Wat zeg je? Heb je vannacht nou verkering gekregen? Nee, echt. Ik ben al bijna 20 april 30 jaar getrouwd met dezelfde knapper. Wat zeg jij? Dat ze 30 jaar getrouwd is met dezelfde knapper. Ja, de helft van de zin bleef eruit. Ja. Ja, maar dat is het laatste stukje, dat is altijd moeilijk. Hé, Cora Lestris, was nou dat geheim? Hoe heb jij in godsnaam zo lang volgehouden? 30 jaar. Hij geeft en ik neem. Oh. Nou, we hebben een gever en een neef. Cora, luister, ga ik om morgen gewoon langs. Ja. Hé, Cora, tot morgen. Succes met uw stem en succes met zoeken. Als ik hem tegenkom, stuur ik hem naar je op. Ja, stuur hem door. Dat is goed. Houd de kontjes. Houdoe. Hé, we gaan live. Gaan we? Ja, we gaan live. Wat zit er nou? Heb ik lekker live? Nee. Oh. Let op, ga maar eens meekijken. We gaan naar de Grote Markt. Oh, wat gezellig. Ja. Kijk daar. Oh. Ja, daar komen de eerste wagens al aan. Ja, ja. Oh. Even wel erbij blijven, hè? Oh ja, hoort ons. Op start. Ja, dit is ook reclame, hoor. Dit is ook allemaal reclame. Van Davenu. Hoorde jij mij nou ook? Oh. Oh, kijk, daar redden hem ook, Christian en onze Pim. Oh. Ik hoop dat ze het wel een beetje droog houden nog. Hè? Dat hoop ik ook, joh. Ja, dat zou toch zonde zijn. Ik ben al blij dat hij doorgaat, maar als het zonder natte bedoeling hoor, dat is niks. Hey, maar tante Cornelis... Maar goed, dan zitten ze wel snel in het café, hè? Ja, dus dat is dan wel weer fijn. Ik ben heel blij dat jij er bent, want het moet bij jou dadelijk ook stikdruk zijn. Ze moeten met de benen buiten hangen bij jou. Ja, daar gaan we wel van uit, hoor. Dat ze allemaal gezellig allemaal lekker komen en lekker zeker. Dansen en lekker sjaansen. Lekker dansen en sjaansen met tante Cor. Maar over de liefde gesproken, hè? Jij hebt gekozen voor het Kielergat voor Breda. Hoe zit dat nou bij jou in jouw hartje? Nou kijk, ik sta natuurlijk al heel lang in die horeca.
Maar geet een groot hart, zo te zien. Ik heb een groot hart. Nou, ja, dat... Een groot hart voor dat kielgat hier. En vooral die mensen in de lieve... Ja, Britta, dat is ze toch gewoon. Hè. Ja, dat, he? Ja. He, als je die kerk ziet, dan komt het thuis. Hè. Ja. Als je op dat vakantie bent geweest, dan denkt het toch weer van... Oh, wat heerlijk. Ik kan hem er even bij, ja. Ja, wij hebben hem ook. Hebben wij zitten hier wel op het Nationaliteitsplein, maar wij kunnen niet zonder dat zicht van die kerk. Nee. Dus nee. Wij nemen hem gewoon mee. Ja, ja, ja. En toen ik wat jongen was, nou, woonde ik zelfs op de Grote Markt. En dan keek ik zo naar die kerk. Zo, naar de, iedere dag. Oh, geweldig. Echt, ja. Ja. En zie je dan ook veel liefde gebeuren op die Grote Markt? Oh, ik heb al zoveel liefde zien gebeuren. Maar ik kan ook eigenlijk hele boeken schrijven. Hoor, ja. Want, ja. Kan je iets uit dat boekje oplichten dan? Nou, ja, een alinea. Ja, een alinea. Nou goed, kijk, je ziet natuurlijk ook wel her en der wat gebeuren. Maar ik ben natuurlijk wel een echte horecapersoon. Dus ik hou altijd mijn lippen stijf op elkaar. Hè, maar ja, gezien ook wel wat mensen die even buiten maar tante het boekje gaan. Kom nou eens to the point. Dat vind ik ook hoor, ze draait er allemaal zo omheen. Even buiten dat boekje, klein sluierje dan. Kleintje. Nou, even een goeie. Ja, een goeie. We zijn onder elkaar, niemand hoort daar. Ja. En jouw microfoon staat nou toch uit? Ja, hij staat uit. Ja, nou vind ik toch... Nou ja, ik weet dat jullie graag namen willen horen. Ja. Maar, ja, nou ja, ik... ik denk toch dat ik dat niet kan maken. Want de mensen in dat café die vertrouwen mij ook. Hè, ja, want dat is waar. Die komen de ene dag komen ze met hun vrouw aan. En de volgende en de andere dag met de buurvrouw. Met de buurvrouw. Of met de buurman, hoor. Want die vrouwen die zijn ook net zo erg. Oh. Dat zijn ook stiekem snoepers, hoor. Die tijgerinnen. Jazeker. Jazeker. Ja. Maar ja, dus dat... Weet je, als iedereen maar leuk heeft, hè, dat is het belangrijkste. Dus jij moet gewoon eigenlijk... Ja, eigenlijk ben ik een vrij gesloten boek. Ja, stiekem wel, ja. Ja, ja want zulke dingen, dat kan je niet zeggen. Want mensen die doen dat in vertrouwen... Bij je in het café en ik kan er niks over zeggen, vind ik. Nee. Dus dat gaan we ook hier niet doen aan tafel. Nee. Maar ja, daar gebeuren wel leuke dingen allemaal. Hoor. Ja, en ook nieuwe liefdes die opbloeien. Ja, en, ja, dat, ja dat is wel mooi om te zien nog. Ja, ja. Ja, en iedereen is ook zo mooi verkleed. De een is nog knapper als de ander. Ja, Maar misschien kunnen wij het zien... Want ja, helaas zit het er vandaag weer op. De optocht gaat voor. He, ja. We hebben al zoveel moeten missen, dus we zijn blij met het kielgat. Morgen weer kijken, dan kunnen we bellen met ons. Goh, ja. We gaan